Etora, ja, wanneer hoorde je hiervan dat je aan dit ontbijt mee kan doen en dat soort dingen? Ja, ik kreeg een e-mail van Karin en nou ja, dat leek me wel leuk om gewoon ook een keer hier in Rotterdam een ontbijtje mee te doen. Omdat ik natuurlijk altijd in Hoofddorp train. En nou ja, ik hoor natuurlijk wel bij Rotterdam omdat ik gewoon in Portugal woon. En het is wel leuk gewoon om ja, hier te zijn. Ja, Portugal, jij voelt je echt een Rotterdammer? Ja, zeker weten. Ja. Maar je maakt als echte Rotterdammer je debuut in het stadhuis. Ja, ja, dit is voor het eerst hier. Een mooi gebouw. En ja, het is wel heel vet eigenlijk. Vind je het leuk? Spreek je ook veel anderen of zo? Of is het toch een beetje kat uit de boom kijken, wie doet wat enzovoort? Het is nog wel een beetje kat uit de boom kijken, omdat ik natuurlijk ook eigenlijk de jongste ben, denk ik, hier. Ja, er zijn echt geen leeftijdsgenoten, dus het is wel even wennen natuurlijk. Kijk je wel om je heen en denk je dan, ja, dit zijn topsporters? Ja, het is wel natuurlijk ook apart, omdat ja, bij turnen dan zie je gelijk heel erg aan het lijf en structuur dat ze echt de topsport doen. En hier heb je allemaal andere figuren met bredere bouwen of juist wat slanker, dus dat is wel heel grappig om te zien. Ja. Ik zeg topsporters, maar ik zit tegenover een topsporter. Wat kan je zeggen over jezelf? Nou ja, ik doe al ongeveer vanaf mijn 8e doe ik topsport en ik ben nu 17, dus ja, dat zijn wel een aantal jaartjes. Ja. Ja. Turnen, specialiteit balk en vloer, heb je me net verteld. Ja, dat zijn wel mijn beste toestellen. Ik hou erg van een beetje performen, showtje geven. Ja, dat vind ik wel leuk. Dus dat zijn eigenlijk de twee toestellen waar je dat het meest op kan doen. Nou, dat moet je ook doen. Natuurlijk een jurysport. Je moet ook een beetje spelen. Ja, 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 daar krijg je punten voor. Dus ja, dan wil je natuurlijk wel scoren. Naast het sportieve zit ook een beetje acteren hoort erbij. Ja, eigenlijk wel. Ja, voor bijvoorbeeld zo'n vloeroefening, daar moet je echt je emotie in stoppen. En ja, daar krijg je dan extra punten voor. Nu, sommige van de sporters hier die zijn al geplaatst voor Rio. Voor jou zijn nog heel spannende tijden. Ja, ik moet nog 3 kwalificatiemomenten ondergaan. 2 heel belangrijk, de eerste wat minder. En dan 10 juli krijg ik te horen of ik erin zit. Wat betekent dat? Betekent dat van ja, ik weet waar ik aan toe ben, dus zo is het nou eenmaal? Of word je daar toch nerveuzer van, want het komt zo dichtbij en je moet nog pieken allemaal momenten toe, terwijl je eigenlijk wil pieken natuurlijk daar? Het is natuurlijk wel heel spannend. Ja, je weet, je bent wel voorbereid op wat er komen gaat, maar het zijn natuurlijk allemaal momentopnames en je weet dat er 11 meiden zijn en er gaan maar 5 mee, dus het is allemaal wel heel spannend. Maar ja, ik ga er gewoon voor en ik ga mijn best doen en dan zien we wel waar het schip strandt. Hoe schat je het zelf in? Denk je dat jij daarbij gaat zitten bij die 5? Ja, dat is altijd een lastige vraag. Maar ja, ik zou zeggen 50-50. Ligt er ook aan hoe de andere meiden natuurlijk presenteren. Maar ja, we zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Dus ik hoop gewoon dat de beste gaan. Tot slot, hoe is het ontbijt? Ja, is prima georganiseerd. Het is hartstikke gezellig met andere mensen. Dus het is leuk. Dankjewel. Wil je zelf nog iets kwijt? Nee hoor, is prima.